Ook deze levert dus geld op. Aangevraagd via glazenhuisemmen.nl/plaats. Deze van Corrie Konings. En huilen is voor jou te laat in het Glazenhuis Emmen 2022. In actie voor Stichting Jarige Job. Net hadden we al eventjes aan de telefoon William Bossong van de Mooi Wark. Die ja. natuurlijk een mooi Wark pakket heeft gedoneerd. Laten we nog even iemand aan de telefoon halen om iets aan te prijzen wat hij zelf heeft gedoneerd. Ja, het is een komen en gaan van sterren uit Drenthe. Deze ster woont niet meer in Drenthe, maar is nog wel een beetje ambassadeur. Oh ja, is het ambassadeur? Ja, mooi dat gevonden, heb ik ervan zeg. Gemaakt. Ja, leuk zeg. We hebben het over Bas Louise. Bas, goedemiddag. Ja, ik vind ambassadeur vind ik heel erg leuk. Die wil ik graag overnemen ook. Die ga ik gebruiken. staat alvast genoteerd op een A4'tje ergens. Een ambassadeur. Bas, mensen kunnen jou kennen van, ik denk voornamelijk op dit moment, Man, de podcast. Ja, ik denk het enige, of je bent familie en dan ken je me gewoon van hier thuis. Maar ja, als je inderdaad Man, de podcast, dan zou je me van kunnen kennen, dat klopt. Ja. Kun je daar wat over vertellen, over die podcast, voor de mensen die het toch net niet helemaal hebben meegekregen? En hoe jij vanuit Emmen verhuisd bent naar het westen van het land? Dat is toch wel een beetje jammer, moet ik eerlijk zeggen. Ja, doe meteen je hele levensverhaal maar, inderdaad. Ja. Ik werd geboren op 17 september 1987. Dat was een donderdag. Laat ik beginnen bij waarom ik dan verhuisd ben. Zal ik daarmee beginnen? Ja, doe maar. Ik ben verhuisd omdat ik een baan kreeg bij BNN toen nog. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig BNN Vara, maar toen was dat BNN. En toen mocht ik daar aan het werk voor 3FM. En toen dacht ik, als ik daar ga werken en dan moet ik er elke dag zijn, dan kan ik daar ook weer beter gaan wonen. En toen ben ik naar Hilversum gegaan. En na 4 jaar Hilversum ben ik naar Utrecht gegaan en daar woon ik nu sinds 2015. Dus nou goed, dus dat is een beetje de situatie waarom ik niet meer in Emmen woon. Mijn familie woont daar overigens nog wel en wat vrienden wonen er ook. Dus ik kom er wel regelmatig in Emmen. En de podcast is, dat is Man, de podcast. Dat is een podcast die zijn we 4 jaar geleden begonnen in 2018. En dat begon als een zoektocht naar mannelijkheid. We gingen met z'n drieën, dus dat is met Chris en met Domien en ik, gingen we op zoek naar mannelijkheid. Hoe mannelijk zijn wij nou en wat betekent dat dan? En ja, die podcast bestaat nog steeds. Die zoektocht naar mannelijkheid, die is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Want ja, hoe interessant is die vraag nog na zoveel afleveringen. Maar wij hebben het zo leuk met z'n drieën. Wij vinden het zo leuk om die podcast te maken dat we gewoon door staan blijven gaan. Dus die podcast die bestaat nog. Ja, die bestaat nog, Bas. Maar ja, die bestaat nog. Het ja. is niet zomaar een podcast, hè. Het is wel een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Dat niet alleen. Jullie hebben theatershows gedaan, boeken uitgebracht en nog steeds duizenden luisteraars. En staat er nog iets op je lijstje ook? Want jullie hebben echt wel laten blijken dat ook met een podcast maken de sky echt de limit is. Ja, op je lijstje? weet ik niet. Nu even niet, denk ik. Maar, of bedoel je naar mij persoonlijk? Wat op mijn persoonlijke lijstje staat? Ja, mag ook. Ja. Als je iets leuks hebt, deel het met ons. Ja, zeker. Alles mag je bij ons droppen, Bas. We staan helemaal voor je open. Ja, niks is te gek. Nee. Nou, dat is buitengewoon sympathiek. Misschien, kijk, wat er nu in de podcast speelt, maar ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar ja, omdat je vraagt, wat staat op je lijstje, kan ik het toch even noemen. Je hebt bij Arriva heb je nu een aantal treinen rijden. Die rijden van school naar Emmen, dat zijn blauwnettreinen. En daar staan namen op. En dat zijn namen van Daniel Loewis, Kirsten de Lange en Herman Brood en Jannes. En ik dacht, ja, het is echt de ijdelheid de top. Maar ik dacht, ik wil ook zo'n trein. Dat lijkt me wel leuk. Ja. Dus dat balletje heb ik opgegooid in onze podcast. En ik heb een brief geschreven naar Arriva. En nu is het wachten op een reactie. Nog geen reactie tot nu toe? Ik heb dat toevallig gehoord, want ik luister jullie podcast. Hartstikke leuk. Aanraden voor iedereen. En ik dacht, ja, we kunnen ook klein beginnen, hè? Nou, klein God, beginnen jij hebt een of idee. Groter beginnen. Jij haalt hier ineens iets uit een envelop. Ja, je hebt blijkbaar sites waar je naamstickers kunt bestellen voor op auto's. Dat heb ik gedaan. Ik weet niet, kan je het zien? Oh ja. Oh ja, even een camera. Daar zie ik het. Heel leuk. Dat ben ik. Ja. Ik dacht, we kunnen natuurlijk beginnen in Emmen, want daar is waar alles begonnen is voor jou. Ja. Ik weet een beetje waar je naartoe gaat volgens mij. Want we hebben natuurlijk van de omroep een auto die je eigenlijk door heel Zuidoost-Drenthe rijdt. Ja, die zie je overal. Iedereen ziet die. Misschien nog wel vaker dan die Arriva-treinen. Ja. Gaan we nu weer iemand voor het blok zetten, ja? Nou, dat is misschien, ja. Ja, gaan we gewoon doen? Ja. Bas, we hebben hier een naamsticker van jou. Die willen we best wel op onze auto plakken.
Maar wat kunnen nou, we daar... dat vind ik wel heel erg leuk. Wat kunnen we daarvoor noteren voor de kassa voor Stichting Jarige Job? Ja, hij is wel net vader geworden, hè? Dus dat... Ja, daarom juist. Dat is alleen maar beter. Ja, dat is waar. Op, geld is op. Wat heeft die jongen van Mooi Warm gedoneerd? 2500, nee, 25 euro. 25 euro. Nou, daar ga ik gewoon overheen. Dan maak ik het een dubbele, doe 50. 50 euro voor Stichting Jarige Job. Nou, dan moet er even iemand zo gaan plakken. Ja, dan moet er even iemand plakken. Gaan we straks direct regelen. We sturen een fotootje naar je toe, Bas. Dat niet alleen, want je hebt ook nog iets anders gedoneerd voor onze Glaashuis Emmen veiling. Die zie ik hier staan op glaashuisemmen.nl/veiling. We hebben het over kniepertjes. Dat is echt wel iets uit deze regio. Deze regio. En ik ben vorig jaar gewoon hier begonnen in mijn keukentje met kniepertjes bakken weer, met het recept van mijn oma. Want dat deed mijn moeder vroeger altijd. En ik dacht, nou, dat hoort toch echt zo bij oud en nieuw. Dus ik ben dat ook gaan doen. En nu heb ik dus in Mandelman de podcast weer geopperd om dat hier bij mij, ik woon aan een pleintje in Utrecht, om dat hier op het plein te gaan doen en dan geld op te halen, ook voor een goed doel. Maar wij willen graag... Eén pak kniepertjes, en nou, dat is wel heel veel geld waard, denk ik. Eén pak kniepertjes voor de peiling afstaan voor jullie. En dan kun je daar meer geld mee ophalen. En dan gaan ze persoonlijk bakken. En misschien komen ze ook wel persoonlijk langsbrengen. Oh, misschien komen ze ook wel persoonlijk langsbrengen. Nou, maak van die misschien maar, en we gaan dat... Ik zie de teller hier omhoog schieten. Ja, het gaat ineens heel snel. Ja. Oh, dat gaan we doen, bij deze. Dus die kniepertjes worden dan persoonlijk afgeleverd. Dat gaan we er even bij zetten. Door jullie alle drie of alleen door jou? Nee, dat mag ik natuurlijk niet zeggen door ons alle drie, want dan gooi ik ze voor de bus. Maar ik ga gewoon, ja, door ons alle drie. Ja. Ik neem ze gewoon mee. Ik ga het gewoon met z'n drieën komen ze langsbrengen. Nou. Ik bedoel, aan mij alleen heb ik niet zo heel veel, maar met Domin en Chris is misschien nog wat. En nee, met z'n drieën. Nou, dat is top, want dan kun je als echte ambassadeur ook direct even die twee Emmen laten zien. Ja, nou, want ze zeggen altijd hoe ver het rijden is. Ja. En dan denk ik, nou jongens, kom toch ook gewoon een keer hierheen. Zo ver is het helemaal niet. Zeker. Nou, het is wel ver. Ik vind het ook ver. Oh. Ja, is dat ver? Oh. Nou, dan... Het is ook ver Bas, die kant op. Dankjewel voor je tijd en de groeten. Nee. Ja, dankjewel dat je even in de uitzending wilde komen. Check even de veiling, inderdaad, glaashuisemmen.nl/veiling. 50 euro kunnen we in ieder geval doneren voor de sticker op de auto. Kunnen we nog iets voor je draaien, Bas? Iets wat ik wil? Ja, alles. Ja. Bruce Springsteen misschien? Oh, doe maar iets van Springsteen dan, denk ik, ja. Heb je een kerstliedje van Springsteen? Merry Christmas, baby. Eens even kijken. Er staat veel van Springsteen in onze server. Dat is leuk om te zien. Is dat je favoriet, Bas? Allemaal Bas? Live, mensen. Oh ja, dat is... Omdat ik dacht, het is kerst en het is gezellig en het is een leuk liedje. En het is eigenlijk alles komt samen hier. Nou, vrolijk, het is gezellig, het is leuk. Gaan we regelen. We zien je met de kerstdagen weer in Drenthe, denk ik. Ga ik toch stiekem een klein beetje van uit dat je dan wel weer hierheen komt. Veenpark ben ik, tweede kerstdag. Veenpark, nou wat gezellig. Nou, leuk. Als je een klein tipje, op eerste kerstdag in de avond... Ja, je bent nu, ja, nou, misschien is het niet meer helemaal... Is er een heel leuk kerstfeest altijd daar? Dus in de nacht van, zeg maar, eerste op tweede. Klein tipje. Nou, wat leuk. Wij hebben een kenner. Bij deze. Doe er wat mee. Nou, Bas, nogmaals, dankjewel. We gaan Bruce Springsteen draaien. En dank voor je donatie. En check inderdaad de veiling even glaashuisemmen.nl/veiling. Fijne dagen alvast.